Het Elsje Vink Sanitair College COFAP heeft zich in 4 decennia opgewerkt tot een opleidingsinstituut dat vandaag de dag niet meer weg te denken is. Dit zei Angele Walelei Kumbangsila, directeur van COFAP, vandaag tijdens de viering van hun 40ste jaardag. Directeur Walelei Kumbangsila wees erop dat het 40-jarig bestaan van COFAP wordt gevierd aan de vooravond van een toekomst waarbij een transitie gemaakt zal worden van een opleidingsinstituut naar een kenniscentrum. Door te functioneren als een kenniscentrum zal COFAP effectiever bijdragen aan alle gezondheidsvraagstukken. Het doel is om uiteindelijk de Surinaamse gemeenschap gezond te houden door meer te doen dan alleen verpleegkundigen af te leveren. COFAP heeft in de afgelopen jaren weinig aandacht besteed aan aanverwante beroepen. Maar dit beleid zal met de transformatie veranderen, zegt de COFAP-directeur. En bij die transformatie naar het kenniscentrum zal deze groep, maar ook de volledige gemeenschap als afnemer, centraal staan. Het EFS-college COFAP moet een financieel zelfstandige organisatie worden die in haar volle kracht gaat staan. De organisatie heeft de potentie om volledig subsidieafhankelijk te worden, maar dan moeten een aantal zaken vanuit de andere filosofie georganiseerd worden. En daar zijn belangrijke besluiten voor nodig vanuit de eigenaar van de stichting. We moeten merken dat met name er in de Nationale Assemblee vaak wordt gesproken over de opleidingstarieven. Maar dan vergeet men ook heel gauw dat men de subsidie op een dusdanige wijze heeft georganiseerd. Dat wij zelf onze beroep moeten ophouden. En wanneer de overheid van mening is dat de opleidingstarieven omlaag moeten, dan moet de overheid met meer geld inkomen, meer subsidie. Want praten gewoon in de assemblee zal de opleidingstarieven niet omlaag brengen. Minister Amar Ramadien van Volksgezondheid haalde aan dat er voorwaarden moeten worden gesteld om verpleegkundigen in hun eigen land te houden. In dat kader is het departement al enige tijd bezig om ook aan het personeel en studenten een stuk grond toe te kennen. De voorwaarde voor de studenten is wel dat zij hun studie moeten afronden. En dat is heel belangrijk om te weten, omdat je daarmee in ieder geval de basis hebt om zelf te kijken hoe je dat gaat gebruiken. Te groeien, om te leven, om daarvan te leven. Dus dat wil zeggen dat je het niet verkopen, maar dat je bijvoorbeeld iets kan doen ermee om verder te groeien. Dus het is heel belangrijk omdat het bekend is dat niet alleen het salaris bindt iemand om te blijven. Er zijn ook andere voorzieningen. En andere condities die noodzakelijk zijn. Net zei de dominee, het is aan de regering om de condities te creëren, zodat u tevreden bent om in een optimale werkomgeving te werken. En het blijkt inderdaad dat niet alleen geld belangrijk is voor zorgpersoneel. Want bijvoorbeeld, als u tegen 10 uur 's avonds moet beginnen te werken, en de criminaliteit in het land gestegen is, en er geen adequate bustransport is, of een taxi zo duur is, wat moet je doen als regering? Organiseer zorgvervoertransport, zorgpersoneeltransport. Zorg ervoor dat ziekenhuizen in samenwerking met de NVB of andere organisaties adequaat zorgtransport kan regelen. En dat hebben wij, nemen we ook mee. Dus er zijn meer zaken die spelen om mensen gemotiveerd te houden. Minister Ramadien gaf aan dat hij blij is dat er nog veel interesse is voor het verpleegkundig beroep. En is ervan overtuigd dat wanneer COFAP begint met de uitbreiding van aanverwante beroepen, er nog meer animo zal zijn.